ja, dat project is geweldig. Ze willen daar inderdaad een soort tweede keukenhof gaan bouwen. Dus dat is een enorm groot project wat van de grond begint te komen. Guangzhou in Zuid-China. Het ligt ongeveer 2 uur met de trein vanaf Hongkong. Het is een heel warm gebied en het is een heel mooi gebied. Het is de bloemrand eigenlijk van China. Jan Guldemond mag het park in China ontwerpen. Hij is ook 36 jaar ontwerper geweest van het Keukenhof. En volgens hem gaat de vergelijking niet helemaal op. Want kijk, op de Keukenhof hebben wij bolbloemen. En wij gaan daar met andere producten aan de gang. We gaan daar met dahlia's, callas, hostas, hemocallussen en iris aan de gang. En wat moet zo'n samenwerking met China, de Westlandse bedrijven, nou precies opleveren? Ja, de bedoeling is eigenlijk dat het product wat daar in de tuin gezet gaat worden, in het park gezet gaat worden, dat de Chinezen dat zien. En dat ze gaan zeggen, hé, dat is een mooi product bij ons op de keukentafel of bij ons op de salontafel. Een soort uithangbord. Het wordt een soort uithangbord. En als dat dus lukt en ze gaan er ook geld verdienen, leidt dat ook weer tot banen hier. Allerlei bolle producenten hier uit het Westland of uit de Bollenstreek die daar ook gewoon direct geld mee verdienen en weer mensen moeten aannemen. U bent eigenlijk met pensioen, toch? Ik ben met pensioen, ja. Maar ja, dan moet ik thuis achter de geraniums gaan zitten. Nou, dat is ook niks hoor. Laat me maar lekker bezig zijn.